Hallo allemaal, welkom terug. Mijn filmpje staat klaar. Ik spreek nu in op de video dinges opnameapparatuur. Daarom loopt die mee. Maar dat is wat jullie zo meteen gaan zitten te kijken. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Het is een vrij lang filmpje. Spoel gerust door of als jullie geen interesse hebben in elektronica, stop dan nu met kijken. Geen probleem. Het volgende filmpje dat komt eraan en de motor is klaar. Alleen nog niet in dit filmpje. We komen net uit de garage en monteren en alles tegelijk. Dat gaat dus niet zo goed samen. Ik ga ophouden. Ik wens jullie een hele fijne dag en een heel fijn weekend enzovoort. Doei! Goedemorgen. Ik zal jullie niet laten zien hoe ik zit eten. Ik vind dat zelf altijd niet zo'n smakelijk gezicht. Maar we gaan even ontbijten en dan gaan we de garage weer in. Ik heb een driepootje gevonden. Het stelt niks voor. Ik vraag me af hoe lang hij het volhoudt. Maar laten we even kijken wat we ermee kunnen. Het is wederom een koude ochtend. Het is al wat later. We gaan toch maar weer aan de gang. Ik had mijn labelwriter meegenomen. Labelwriter. Waarom heb ik die meegenomen? Zodat ik draadjes kan labelen. Ja, dat is een beetje eigenlijk aan de achterkant. Zodat alles dus gewoon netjes herkenbaar is. Wat is wat en waarom heb ik het gekleurd? Ik had namelijk bijvoorbeeld geen blauw meer. En hier zit nog wel, dat kun je net niet zien denk ik, maar hier zit nog wel een blauw draadje aan. Dus van blauw heb ik rood gemaakt en wit is gewoon wit. Alleen waarom is dit dan rood? Dus nou, doen we er een labeltje op en dan weten we wat wat is. Oh, en een driepootje. Best handig. Goedkoop dingetje. Voorlopig doet hij het. Zo, nou dat is Rex. Hey, die blaast een vlammetje uit. Dat wat dan? Ja, is goed. Ik ben best handig, maar Rex is dat nog meer. Die komt me even helpen met deze draadrommel. En geeft mij de tijd om een klein beetje te filmen. Zo. Wil je hem gesoldeerd hebben op het relaas of gaan we hem met een schoentje op? We moeten nog uitleggen wat we gedaan hebben. Ja, laten we dat eens doen. Vertel jij het eens. Nou, hij wil graag wat extra verstralertjes aansturen. Zowel met een schakelaar op het stuur. Dus oftewel een permanente vorm. Als de mogelijkheid dat ze dus ook vanaf groot licht mee gaan werken. Dus dat hebben we gedaan. We hebben hier een diode ingeplaatst. Diode zorgt ervoor dat de stroom, zeg ik, spanning wel die kant op kan, maar niet terug kan. Dus als hij zo meteen met zijn groot licht geeft, gaan zijn lampjes branden. Dan zet hij met zijn schakelaartjes zijn lampjes aan. Dan gaan in ieder geval niet zijn groot lichtlampen branden aan de voorkant. Precies. En mensen, als je een relaisje op een motorfiets monteert, monteert hem dan ook zo en nooit op zijn kop. Hij hangt dus nu recht naar beneden, althans nagenoeg recht. Want als je hem op zijn kop monteert, dan lopen ze vol met water.
Ja, zeg ik uit ervaring. En zo zijn er meerdere. Die dat weten uit ervaring. Goed, wij knutselen heel even verder. We gaan zo weer verder, Wilma. Zo. Als je dus gekoten pennetjes hebt, dan soldeert het niet lekker. Even eraf schrapen. Je ziet het. En dan zie je het inderdaad. Hopla. Nou, spanning alom. Althans, we maken het heel spannend. We horen net een hele berg ambulances gaan en zo. En politie, en weet ik het allemaal. En in één keer horen pang, pang, pang. Zouden ze... Ja, het lijkt op dat. Zouden ze echt aan het schieten zijn? Zo, eerder wie eerder toekomt. Ik ben geduldig, maar mijn god. Nou, gaat er wel mee hoor. Zo. Alleen even heel goed kijken. Boven is links. Dus als je nu die kant zeg maar. Ja. Ja, dus voor jou onder is rechts. Kijk, warme koffie. Ah, goed zo. Links van je. Warme koffie is niks. Voor de mensen trouwens die vaker luisteren, als ik roep PD1 DMR. Dat is die? Dat is die. Zo. En PD7 ELL. Dat is die. Dat is die. PD7 EDI. Dat is die. Ja, wat doen we die ook nog vandaag? Nee. Jammer. Dat is die. Dus boven, voor mij boven, die is links. Helaas, helaas is mijn batterijvermogen te laag. Ik doe nog heel even gauw de koplamp laten zien en dan gaan we morgen er wel weer mee verder. Maar dit is wat we nu even aan het kuisen zijn. Dit is gedaan in de periode dat ik wat gehaaster was voor mijn vakantie. Dat is een paar filmpjes terug toen we naar de Vogese gingen. Toen wilde ik dit per se snel in hebben. Nou, dat, dat was duidelijk te zien. Dat is vrij gehaast gedaan. Goed, batterij bijna leeg. Dus tot morgen. Het is inmiddels de volgende dag. Dat kun je wel zien aan mijn haar waarschijnlijk. Het is een stukje korter. Ik heb vanmorgen nog niet echt dingen gefilmd. We hadden namelijk een uitdaging in de tuin. De schuur liep een beetje over. Oftewel het water vanuit de tuin liep een beetje de schuur in. Dus we hebben vanmorgen in alle eil een dompelpomp gehaald. We hebben een gat gegraven in de tuin. Dompelpomp erin. En hebben de tuin leeg gepompt. Ja. Daarna even gaan naar de kapper. Dat hebben we dus net gedaan. En we duiken zo de garage in. En ik wil een poes graag naar buiten. Nou, tot zo. Zo. Zoals je gisteren hebt kunnen zien, heeft mijn maatje Rex geholpen. Die is langs geweest en wat ik al zei, geholpen met een aantal dingen. Ik ben enigszins handig. Ik vind het leuk om te klussen aan dingetjes, maar mijn maatje Rex die is sommige dingen gewoon handiger dan ik. En daar moet je dan gebruik van maken. Soms moet je gewoon mensen te hulp vragen die je verder kunnen helpen. En daar moet je niet te trots voor zijn. Zoals net ook gezegd, ik kom lekker met de kapper vandaan. Moest ook gebeuren. Dinsdag een sollicitatiegesprek.
Ik weet niet of ik dit maandag al uitbreng. Misschien woensdag. En dan is dit sollicitatiegesprek heeft dan al plaatsgevonden. Maar ja, moet ik even kijken. Ik weet nog niet wat ik doe. Even kijken ook wat lukt met monteren. Of ik er tijd voor heb. Ik ben nu... de motor moet gewoon af. Die moet gewoon weer rijden. Zeker als ik snel aan het werk wil. Dus dat. We gaan gauw aan de slag. Ik zal kijken of ik zo'n tijdsverloopje kan maken. Dan gaan we. Ondertussen alle draadjes netjes gewoon ingepakt. Oh, dit is zo'n opluchting en zo'n verbetering met wat het was. Ik kan me voorstellen dat jullie het niet zien. Maar ik zie het wel. Leeg. Ellen zit dan de andere kant van de motor. Die gaat helpen. Dat zie je net niet, denk ik. Hoi. We zijn al een heel eind verder. Mede dankzij de hulp van Rex van gisteren moesten nog een paar kleine dingetjes bij die we vergeten waren. Dat zijn we nu aan het doen. Ik hoop vanavond zal ik het niet redden om alle kabeltjes af te hebben. Het is, wat zal het zijn? Een uur of 10 inmiddels? Ja, nou, een beetje. Ja. Het is... 9 uur. Wellicht. Maar het is beter weer dan gisteren, gelukkig. Dus wie weet, redden we het nog? Nog ik tussen die dingen voor jou. Nee. Nou, dat doet het wel. Dat maar goed, we zijn dus nog druk bezig. Probeer het allemaal zo snel mogelijk af te krijgen, maar ook accuraat en netjes en zoals het hoort. En vooral dat laatste, zoals het hoort. Netjes alles solderen, netjes alles. Krimpkousjes en ook vooral waterdichte stekkers. En geen kroonsteentjes of iets dergelijks. Nee, vooral dat laatste. Geen kroonsteentjes en iets dergelijks. Dit wordt het einde van het filmpje van vandaag. Ik denk dat ik... misschien dat ik morgen wel... ik weet niet wat ik morgen ga doen. Ik moet even kijken wat het weer doet. We zitten al in een garage, maar die garage is nog niet bepaald warm. We hebben hier een klein kacheltje staan en dat geeft wat verlichting. Maar daar houdt het ook wel mee op. Dus wat dat betreft... ja. Wellicht ga ik er morgen mee verder. Wellicht ook morgen verder met filmen. En anders tot de volgende keer. Hoi.